Hij had blast en dat is ongeveer 650 west. Dus dat is grof zo'n 3 keer te volle. En dat je dat uitdrukt in drank, dan schat ik in dat er een zo'n bierkeshoorn had. Maar ja, wel te volle. Ja, dat is te volle. Alleen als ik zocht naar mijn praktijk, dan zit het gros van de mensen die het vervolgen worden voor het rieden onder invloed, de boppen. Dus dit is het is te volle. Je mag er net maar rieden, maar het is net extreem te volle. Dus dit is een hele grutte groep die je maar te krijgen krijgt. Het alcoholslot kan zo'n 1 december opgelopen worden door het CBR. Als de politie 3 bewijs inneemt omdat je te volle dronken hebt. Het alcoholslot wordt in je eigen auto inbouwd. 2 jaar lang moet je dan eerst blazen voordat je rieden kan. De kosten van het slot en de cursus kunnen ont 4.000 euro oprinnen. Die moet je zelfs betalen. In de strafrecht heet het zijnemende draagkrachtbeginsel. Dat wil zeggen dat een geldboete voor iemand die een heel soort geld had heger wijzen kan dan iemand die het net zo volle geld had. Of dat je termijnbetaling onbeheerde kennen. Maar hier is het voor Elsen niet gelijk. Ja, als je zelf voor kiest om met alcohol op de auto in te stappen. Je betaalt zelf je eigen rijbewijs en ook de pilsjes in het café. Dan betaal je ook maar zelf de alcoholslot. Zo is Sander de Rauwe, CDA Tweede Kamerlid en vaststander van hegere straffen voor mensen die mooi drank oprieden. Deze maatregel is bedoeld om zware overtreders om te pakken. En dat geldt ik als je een goede sampilskes ophaalt. Gevolgen zijn ook heel groot als iemand doodrijdt. We hebben in Nederland ongeveer 200 begrafenissen per jaar. Omdat iemand zo nodig denkt dat hij het wel kan. En dat kan dus niet. En dat betekent dus beide keren neem je een heel groot risico. En dat moet je niet afwentelen op de samenleving. Daar ben je zelf voor verantwoordelijk. En Elsenier maakt het fouten. Maar dat wil net zeggen dat je daar toch in onevenredig grote problemen komen met. En het werk is heel belangrijk voor Elsenier. En ik voor deze meneer. Net in financiële problemen komen is ook heel belangrijk voor Elsenier. En ik voor deze meneer. En dat gebeurt wel op het moment dat deze maatregel uitviert werd. Volgens het CBR kun je ik in termijn betalen of het slot leasen. Zo'n 1 december komen er 152 mensen in ommerking voor het alcoholslot. Het is net bekend hoeveel Friezen ertussen zitten.